Goedemiddag, dames en heren. Welkom. Goedemiddag. Bij deze webinar over het Boostplan. Met als belangrijkste onderwerpen: haal alles uit de zomer en golf is de perfecte 1,5 meter sport. Waarom dit webinar? Nou, afgelopen maanden waren de banen natuurlijk gesloten. Wat voor sommige banen ingrijpende gevolgen heeft gehad. In ieder geval voor alle pachters. En sinds de banen weer open zijn, zien we dat het enorm druk is op de banen. Het lijkt wel of iedereen alle verloren golfuurtjes in één keer wil inhalen. Wat natuurlijk heel erg fijn is. Hè, lekker veel reuring op de baan. En wat kun je nou als vereniging doen? En wat doen wij als NGF om te zorgen dat je echt alles uit die zomer kunt halen? Daar hebben we ook een boostplan voor gemaakt en daar gaan we vandaag wat verder op in. Ik zei al, we maken onderscheid wat wij als NGF kunnen doen. En wat u zelf als club en baan kunt doen en wie u daarbij kunt betrekken. Wij hebben ideeën. Vandaag is het ook handig als je zegt van, ik heb een geweldig idee of ik heb een vraag. Zet het in de chat. Alexander die houdt de chat bij. En dan kunnen we ofwel de vraag beantwoorden of het idee delen vanmiddag. En als je na afloop nog vragen hebt, stuur in ieder geval even een mail. Dan kunnen we daar ook nog op ingaan. En, we zullen in ieder geval altijd zorgen dat als er heel veel berichten binnenkomen, zullen we proberen de meest relevante berichten te behandelen. Ja. Mocht het nu zo zijn dat we daardoor niet alles kunnen behandelen, zullen we in ieder geval na deze webinar gaan we in ieder geval zorgen dat al jullie berichten behandeld worden. Ja. Belangrijk om nog één ding te benoemen is, de webinar over het Boostplan, wat vandaag centraal staat, is dat gaat uiteindelijk in twee delen. Vandaag met name wat Jank al benoemt. Wat kun je nou deze zomer doen? Ja. Hoe haal je alles uit de zomer? En hoe ga je zorgen dat je golf als 1,5 metersport, wat we daarmee kunnen doen? Volgende week zullen onze collega's Floris van Imhoff en Twan Boerdonk zullen zorgen voor hoe je uiteindelijk het seizoen kan verlengen. Wat je daarmee kan doen. En alles zeg maar, wat daar omheen hangt. En hoe kun je nou eigenlijk zorgen dat de golf als een sport voor iedereen is? En hoe promoot je dat nou in jouw regio? Ja. En als ik het goed heb begrepen, is deze webinar ook eventueel later nog terug te kijken via onze website ngf.nl. Dus je hoeft niet alles te onthouden. Dus je kunt hem altijd nog terugkijken. Nou, we hebben al gezegd, golf is de ideale 1,5 metersport. Dus daar willen we mee beginnen. En Alexander zal even uitleggen waarom dat is en wat er allemaal bij komt kijken. Ja. De golf, de ideale 1,5 metersport, dat hebben jullie waarschijnlijk zelf ook al de laatste tijd gemerkt. Bij golf gaat het eigenlijk zoveel bijna vanzelf. Ik golf zelf ook regelmatig. En dan is het eerder bijna moeilijk om binnen 1,5 meter te komen dan dat dat zeg maar heel krampachtig gaat. Het is natuurlijk geen contactsport. Nou, wat hebben wij nou als NGF gedaan? Ik hoop dat een aantal van jullie het boostplan al een keer gezien heeft en wat doorgelezen heeft. Maar het belangrijkste is eigenlijk, we hebben dat gefocust op de bestaande golfer, maar ook op de nieuwe golfer. Want voor ons als bestaande golfer is het eigenlijk wel een beetje gewoon, zoals ik al benoem, dat je niet op 1,5 meter komt. Maar voor die nieuwe golfer is het eigenlijk wel een beetje nieuw. Die kent golf nog niet zo goed. En hoe meer we daar laten zien dat golf ook echt een goede 1,5 metersport is, eigenlijk de beste 1,5 metersport. Ja. Een veilige sport dus. Een veilige sport daardoor ook, op alle gevallen. En ook dus nu in deze coronaperiode nog. Zorgen ervoor dat op die manier meer mensen kunnen enthousiasmeren voor golf. Ja. Nou, wat hebben we dan nou precies gedaan? Laten we beginnen met de bestaande golfer en wat hij misschien zelf ook heeft gemerkt. We hebben uiteraard veel bijgedragen aan de protocollen. We hebben veel protocollen geschreven en een groot aantal daarvan zijn heel lang vastgehouden. En eigenlijk blijven er nu nog twee hele belangrijke over. Eén is de 1,5 meter, die moet voorlopig zal die niet verdwijnen. En ten tweede de hygiëne. We moeten altijd zorgen dat we alles wat we aanraken, dat weer netjes hygiënisch wordt achtergelaten. En liefst zoveel mogelijk ook de handen te wassen. En uiteraard blijft ook staan dat als je je niet goed voelt, dat je natuurlijk weer, dat je dan eigenlijk thuis blijft en niet in contact komt met andere mensen. Nou, voor de bestaande golfer hebben we natuurlijk naast de protocollen daar ook een mooie video voor gemaakt. Zodat iedereen voordat hij naar de baan gaat, al kan zien, hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk? Ik heb wel gelezen wat je nou kan doen, maar als je het een keer laat zien, dat werkt altijd wel heel fijn.
Wat we natuurlijk ook hebben gedaan voor de bestaande golfers is gezorgd dat er weer snel qualifying gespeeld kon worden. Je kon de vlag niet aanraken, de bal moest daar nog wat hoger liggen. Dus je kon heel makkelijk de cups aanpassen, je mocht in de bunker eventueel de bal plaatsen. En uiteindelijk door een wat versoepeling van de regels kon dat zelfs in qualifying condities. Nou, wat nog belangrijk is natuurlijk ook is dat voor bestaande golfers ging het heel snel vanzelf. En was de club al heel snel geholpen met de aanduidingen die we hadden. Hè. We hadden een aantal posters die je kon ophangen. En daardoor, op het moment dat je die poster kon ophangen, was het voor de bestaande golfer duidelijk. Maar wat doen wij nou eigenlijk? Wat meer voor de nieuwe golfer. Nou, we hebben uiteraard het platform Open Golf daar. Zojuist is daar het filmpje al tussendoor geschoten. We zullen de herhaling even besparen. Maar waar het om gaat in die promotie is dat ten eerste jullie die zelf ook kunnen gebruiken. We hebben het filmpje gemaakt. Wij zullen dit promoten via allerlei kanalen. Met name via golf.nl, maar ook via gerichte Facebook-campagnes. Dat hebben we al veel gedaan. We zagen daardoor ook op de platformen weer meer gebeuren. Zowel aan de aanbodkant als ook weer qua boekingen. En het leuke is natuurlijk, je kunt het nu het hele jaar gebruiken. Maar wij wilden juist in die promotie laten zien dat golf heel goed mogelijk is op 1,5 meter. En het goede is dat golfclubs dat zelf ook nu op de clubs ook weer kunnen laten zien dat het zo is. Nou, daar zien we heel wat boekingen. Op dit moment zullen we die boekingen, zullen wij onze landelijke promotie weer laten afnemen. Omdat we zien dat er heel veel gebeurt bij het platform Golfstart. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. Maar ook omdat we zien, er komt een vakantieperiode aan. En na de zomer zullen we met de Albert Heijn sportactie. Een aantal van jullie zal die sportactie nog kennen uit 2017 en 2018. Dat was met name het eerste jaar een groot succes vanuit de Albert Heijn. Kwam een doelgroep op de golfbaan. Dames kwamen weer meer op de golfbaan, namen kinderen mee. Nou, dat was een doelgroep die wij moeilijk kunnen bereiken als NGF, maar ook voor de clubs merkten we dat. En daar zullen wij daarom ook weer aanhaken aan het eind van het jaar. Daar kan ik nu wel wat over vertellen, maar op het moment dat wij meer weten over de campagne die Albert Heijn zal doen en hoe wij eraan kunnen sluiten, zullen wij zeker of via een webinar of via andere berichtgeving jullie laten weten hoe je hier als club makkelijk kan aansluiten. Ja, misschien even, want als mensen vragen hebben, ik heb het idee dat de chatfunctie uitstaat, klopt dat? Kan je hem anders nog wel even activeren, zodat mensen wel hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen? Ik krijg, de privéchat staat aan, de openbare chat staat inderdaad uit. Okay. Dus vandaar, als je een bericht hebt, stuur het even via de privéchat, dan kunnen wij in ieder geval zorgen. Nou, dat we de vragen kunnen behandelen. Ja, dan krijgen wij alleen de vragen te zien en niet iedereen. Yes, dat klopt. Okay. Oké, volgende punt. De Golfstart. We zijn dit jaar weer actief gestart met Golfstart. Om dat ook goed te promoten. Ook daar hebben we een leuke video van gemaakt. Dat laat ook zien in onze Facebook-campagnes. En via golf.nl en via Golfstart kunnen mensen laten zien hoe werkt het nu. En ook weer laten zien dat het leuk is, maar ook dat het veilig is. En het leuke is, ik heb daar een aantal cijfers van. We zien daar dat het aantal boekingen erg toeneemt. De afgelopen jaar zijn we ermee gestart, vorig jaar oktober. Maar we zien sinds 1 mei of 11 mei, sinds de banen weer open zijn, een enorme toename. Dat we inmiddels op ruim 680 boekingen zitten. Waarvan er ruim 500 zijn geboekt na eigenlijk dat we weer open zijn, na de coronasluiting. Dus wat dat betreft veel boekingen. Er zijn ook inmiddels 80 clubs die een aanbod hebben gehad. Ook hier zien we nu wel een hele kleine afname in het aanbod met name. Dus bij golfbanen die het even niet geboekt krijgen. Samen met de professional waarschijnlijk. Maar weet wel, we halen nog steeds tussen de 3.500 en de 4.000 bezoekers op de website. En daarvan zien wij inmiddels dat als de boekingen die gedaan worden via de website van een golfbaan. Bijvoorbeeld Golfclub Amelis-Weert heeft een button op de website. De Gelpenberg heeft een button op de website.
Nou, op het moment dat wij zien dat iemand via die button op onze landingspagina komt, dus ook bij de cursus van de betreffende club, zien we dat het aantal boekingen ten opzichte van bezoekers vele malen hoger ligt. En dan bedoel ik echt 9 keer zo hoog. Dus weet in ieder geval, wil je aansluiten bij Golfstart of doe je dat al, maar je hebt nog geen button op je eigen Golfstartpagina, maak gebruik van de videofilmpjes die we hebben gemaakt, zowel Open Golfdag als Golfstart. En zorg er ook voor dat je het liefst via je eigen website laat lopen, omdat het boek, zoals ik al zei, de boekingen gaan dan het beste. De conversie is het hoogst. En het laatste punt wat ik wilde benoemen is dat we zien dat de Facebook-campagne die we hierop doen erg goed loopt. Wij kunnen namelijk meten dat iemand die interesse heeft in golf, dat hij de advertentie te zien krijgt. En we zien dat die in de meeste gevallen ook echt wordt afgekeken. En ik weet niet of je zelf Facebook gebruikt, maar als je iets niet interessant vindt, dan scroll je over het algemeen snel door. En alleen als je iets echt interessant vindt, dan blijf je kijken. Nou, ter ondersteuning van deze producten, dus ik heb het over Open Golfdagen nog steeds en over Golfstart, hebben we uiteraard het platform Club Designs. Daar kun je je promotiemateriaal heel makkelijk maken. Je kunt dat digitaal gebruiken op de website of via je social media. Maar dat kun je ook gebruiken nog door flyers af te drukken of foldertjes te laten maken. Want er zit een hele makkelijke link in naar drukwerkdeal. Nou, mocht je daar nog geen gebruik van gemaakt hebben, kijk er eventjes op. En als je nog even goed wil weten hoe eigenlijk dat werkt, er is een online training gemaakt door Lisa van Kampen. En op het moment dat je klikt bij ngf.nl/online-trainingen, kun je die heel makkelijk vinden en kun je eventjes zien hoe kan ik nu heel makkelijk Club Designs gebruiken. Op dit moment zie ik nog geen vragen via de chat binnenkomen, dus ik zal toch even kijken of het via de openbare chat makkelijker gaat. Dus ik heb die nu aangezet. Dus mocht je nog vragen hebben over deze producten, om dus te laten zien hoe kunnen we nu ook aan de golfers laten zien, wij als golfclub of baan, dat golf die perfecte 1,5 meter sport is om meer nieuwe mensen naar je baan te krijgen. Weet in ieder geval dat het via de chat nu kan, maar dat je het ook altijd nog kan terugzien op de webinar die Lisa en ik samen hebben gedaan over Golfstart en Open Golfdagen. We beseffen overigens wel heel goed dat het werven van nieuwe golfers in een periode dat het nog nooit zo druk is geweest op de baan, dat misschien wel eens wat extra of misschien wat te veel druk heeft op de vrijwilligers. Dus als het misschien nu nog even niet past in jullie programmering, weet dat je ons altijd ook op een later moment kan contacten via mail, via een telefoontje, om jullie te ondersteunen bij dit programma. Oké. Ja, en dan komen we bij de zomer uit. Hè. Haal alles uit de zomer. Hè. Daar gaan we mee aan de slag. Want deze zomer biedt extra veel kansen. En dat heeft te maken met het feit dat de verwachting is dat heel veel Nederlanders in Nederland blijven tijdens de zomervakantie. Ofwel dat ze helemaal niet met vakantie gaan of dat ze in Nederland met vakantie gaan. Dus veel Nederlanders in Nederland in de zomerperiode. Ja, en dan is golf de perfecte 1,5 meter sport. Dus kansen voor alle golfclubs om extra mensen naar je toe te krijgen. Daar kan je zelf actief in zijn, maar wij doen ook wel dingen. Hè. We hebben natuurlijk onze promotie, hè, onze landelijke promotie. En we hebben deze zomer nog iets extra's op het programma staan. En dat heet de NGF Zomer Swing. In het boostplan heette het nog de NGF Zomertour. Maar we hebben de titel iets aangepast. En het idee daarachter is dat een host, en daar hebben wij Tim Immers van Goede Tijden, Slechte Tijden voor gevonden. Nou moet ik eerlijk bekennen. Ken jij Tim niet? Ik ken hem niet. Oké. Nou. Maar goed, blijkbaar is het is een BN'er in ieder geval. En die gaat op verschillende banen spelen en neemt een gast mee. En dat is ook een andere BN'er. En daar wordt nu, er worden verschillende mensen benaderd. En zij gaan daar golven. En zij hebben het dan over hun passie voor golf, die nog maar net ontdekt is of die er al heel lang is. En ze hebben het dan eigenlijk over alle ervaringen die je hebt als je ergens op een baan gaat spelen. De beleving, het golfspelletje natuurlijk, maar ook de natuur. De gezelligheid in het clubhuis. Maar ook succesbeleving, hoe gaat het? En nou, wat kun je allemaal tegenkomen op de baan?
En dat wordt dan, dat worden videoberichten die gepubliceerd worden op alle kanalen van golf.nl. En dat is niet alleen de website, maar dat is ja, nog veel meer. Ja, via YouTube. Ja. We hebben natuurlijk een YouTube-kanaal van golf.nl. Ja. Daar zullen altijd de filmpjes goed op te vinden zijn. En we zullen uiteraard deze zomerswing, zullen we uiteraard goed kenbaar maken voor jullie. Maar ook dat zullen we uiteraard gebruiken ook om ja, mensen die nog niet golven te laten zien wat nu eigenlijk, hoe leuk nu eigenlijk golf is. Ja. Ik krijg één vraag tussendoor van Bert van den Akker. Van de Edense. Ja. Kijk. Dag Bert. Hoe kun je dit webinar later terugzien? Nou, alle webinars worden ongeveer 2 à 3 dagen na de uitzending geplaatst op ngf.nl. Bij ngf.nl/online trainingen vind je eigenlijk op volgorde van datum alle webinars terug en alle online trainingen. Dus ook deze zal binnen 3 dagen ongeveer terugkomen op ngf.nl. Ja. Nou, we hebben de NGF Zomerswing. Andere wat ik nog even onder de aandacht wil brengen, dat is Golf Go. Het starttijdenplatform wat eind april is gelanceerd. De bedoeling is dat je als golfer op een makkelijke manier ergens een starttijd kunt boeken op een golfbaan. En nu kan het ook op je eigen golfbaan, maar de bedoeling is dat je juist gasten makkelijker naar jouw baan kunt krijgen via het starttijdenplatform. En nou, ik zie het bijna bij een aantal van jullie dat jullie denken van ja, maar wij willen nu onze eigen leden voorrang geven, want het is eigenlijk hartstikke druk op mijn baan. Als je nu werkt met het verplicht aanmelden, het is nu weer ietsjes teruggeschroefd, maar met het aanmeldsysteem, dan heb je ook een goed beeld van wanneer het druk is, welke dagen, welke tijden. En je weet ook welke tijden wat rustiger zijn. Dus je zou dan juist op die rustiger tijden de gasten kunnen verwelkomen. Dan vang je eigenlijk 2 vliegen in 1 klap, want je gewone leden kunnen wel gewoon spelen wanneer zij heel graag willen. En de rustige tijden benut je dan ook, dus voor je baanbezetting is dat prima. En ook voor je inkomsten. En ja, wat maakt het nou aantrekkelijk? Je kunt bijvoorbeeld, bij heel veel clubs is het in de avonduren rustig. Of juist heel vroeg in de ochtend. Nou, we hebben nog hele lange dagen nu. Hè, 's ochtends vanaf nu of 6 kun je al spelen. Dus doe een leuke aanbieding waarbij je mensen trekt met een extreem vroege starttijd. En koppel daar bijvoorbeeld een ontbijt aan vast. Of juist een late starttijd met avondeten. Zodat je de mensen ook nog met iets extra's naar je toe kunt halen. En daarmee je baanbezetting nog kunt optimaliseren. En GolfGo is daar een ideale mogelijkheid voor. Ja. Dus, heb jij weer een vraag binnen? Ik heb een paar vragen. Ik heb ook een paar opmerkingen. Ja. Monique van Asten van Golfclub Delftland. Nou, die begint in ieder geval met dat Tim van harte welkom is op Golf van Delftland. Dat is altijd heel fijn om te horen. En ik zal het zeker doorgeven aan de dames en heren van de planning van de zomerswing. En ze vraagt ook, in het boersplan staat ook iets over influence marketing. En of dit wat anders is of dat het juist een beetje hetzelfde is. Nou, het is niet helemaal hetzelfde. Alleen zoals je misschien al hoort, het is wel ongeveer hetzelfde. En doordat, dus in zoverre het raakt elkaar wel. We zullen zeker nog dingen gaan doen via influencers. Maar dat gaat meer over mensen die heel veel volgers hebben op verschillende kanalen. En Tim Immers is nou niet per se een BN'er die heel veel volgers heeft op de social media. Dus vandaar dat het is, ja, het raakt het. Het is natuurlijk een influencer. En ze zullen misschien bekende Nederlanders met zich meenemen in de baan die iets gaan vertellen over hoe leuk golf is. Maar het is niet helemaal hetzelfde, dus daar zal zeker nog een andere campagne komen. En het laatste punt is, Monique is ook zeer geïnteresseerd in het Albert Heijn sportactie. Dus als er meer details zijn, mogen die dan delen? Nou, wij zullen ze zeker delen, maar op dit moment is het nog een beetje in de kinderschoenen. Albert Heijn wil gelukkig weer meer doen in de sport. Ja. Dus vandaar dat de details nog niet helemaal aanwezig zijn om iets te kunnen zeggen. Maar we weten wel dat het gaat komen. Het zal plaatsvinden weer medio september in ieder geval de campagne. En de uitvoering zal tot en met oktober kunnen duren. Maar ik zeg al, dat is eigenlijk de enige details die ik nu kan benoemen. Ja. Nou, dan gaan we naar jullie toe, naar de clubs zelf.
We hebben in het Boostplan ook verschillende voorbeelden opgenomen, hè, die je als club en baan zelf kunt doen om ja, ofwel leden aan je te binden of gasten naar je toe te trekken. Het is belangrijk om daar zelf ook wat aanbod voor te ontwikkelen. En een van de zaken die we hebben genoemd is zo van, bied verschillende abonnementen aan. En dan kun je zeggen, ja, abonnement aanbieden, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, de vakantieperiode komt eraan, dus mensen zijn in Nederland met vakantie of ze gaan naar een plek dan hun eigen, dus niet, blijven niet thuis, maar gaan naar een andere plek in Nederland met vakantie. En wat gaan zij daar doen in die vakantie? Zijn het golfers? Dan kun je natuurlijk in je abonnement daar rekening mee houden. We hebben het gehad over van bied een lidmaatschap voor een week aan. Of twee weken, of zolang een vakantie duurt. Of noem het een vakantielidmaatschap. Waarbij je de bestaande golfer naar jouw baan trekt. En dat je wellicht in die periode ook nog leuke vakantieactiviteiten aanbiedt. Zodat het, dat je meer aanbiedt dan alleen maar de mogelijkheid om te komen spelen. Maar dat er ook leuke activiteiten zijn. Waardoor de mensen met heel veel plezier aan jouw club en baan terugdenken. En wellicht in de toekomst ook wel nog weer terug zullen komen voor een dag. Dat raakt A, de bestaande golfer. Dus de bestaande golfer biedt je aan en laat je zien hoe leuk het op jouw club is. En waardoor ze absoluut vaker terug willen komen. Maar het andere kant van het verhaal is ook, als je dat een nieuwe golfer, wij ervaren, we horen veel op golfbanen dat als een nieuwe golfer eenmaal zijn handicap 54 heeft gehaald, of misschien wel beter, dat ze het moeilijk vinden om zich thuis te voelen op een club. Maar het is natuurlijk ook heel leuk als die nieuwe golfer een soort van lidmaatschap voor een bepaalde periode, noem het even een snuffelperiode, kan hebben op een club waarbij die ook meteen kan deelnemen aan passende activiteiten. Is ook natuurlijk leuk voor de toekomst. Je haalt daar toch een nieuwe golfer binnen. Ja. En als één ding inmiddels wel bewezen heeft, is dat voor iedere nieuwe golfer eigenlijk die je binnenkrijgt op de club, en dat kan een nieuw lid zijn of een nieuwe golfer, zien wij in ieder geval dat dat enorm veel uitwerking heeft op het werven van weer nieuwe golfers. Want uiteindelijk zien we dat de nieuwe speler, iemand die nieuw is in de sport, die brengt veel meer nieuwe mensen met zich mee dan, ik bijvoorbeeld, ik golf al 40 jaar geloof ik inmiddels. En het blijkt gewoon dat ik inmiddels wat minder mensen in de sport breng, in ieder geval vanuit mijn eigen netwerk, omdat ze waarschijnlijk die wel opgedroogd is. Maar van de nieuwe mensen niet. En als we teruggaan even over een stukje werving voor golfstart. Golfclub De Gelpenberg heeft laatst 86 mensen in een golfstart gekregen. Enorm aantal. En dat hebben ze met name gedaan door alle mensen die ze daarvoor in golfstart hebben gekregen, hen benaderd om weer nieuwe mensen mee te nemen. En ook dat heeft zich weer bewezen dus. Nieuwe mensen brengen meer nieuwe mensen met zich mee. En als dat kan passen bij een soort van abonnement, is dat natuurlijk altijd, is dat altijd mooi. Ja. Want dat zijn dan met name ook de thuisblijvers. Dus de mensen die al in jouw regio wonen. Dus die kun je op die manier aan jouw club proberen te binden. En de vakantiegangers, die wil je juist aantrekken door een leuk aanbod te doen. Zodat zij in hun vakantieperiode meerdere keren in ieder geval naar jouw baan komen. En daar met een heel fijn gevoel ook weer richting huis gaan. Voor die vakantiegangers is het ook handig om eens te oriënteren van hoe bereik ik die vakantiegangers? Ik woon zelf in een regio in de Zuid-Veluwe waar veel mensen in Nederland met vakantie gaan. Er zijn campings, er zijn bed and breakfast, er zijn hotels. Dus de VVV's, dus als je iets van een flyer maakt en die weet te verspreiden bij die, die bedrijven waar mensen komen logeren, dan kun je die ook makkelijker bereiken. En de vakantieganger in Nederland, ze gaan nog steeds naar het VVV voor informatie als ze in een nieuw gebied zijn. Er wordt natuurlijk heel veel online opgezocht. Dus zorg ook dat je online die informatie deelt. Maar dat helpt in ieder geval ook. Dit zijn de abonnementen, maar je kunt natuurlijk heel veel activiteiten ontwikkelen. En dan kun je gewoon maar ergens mee beginnen. Maar het is handig om even te bedenken van, wie wil ik nu eigenlijk hier naar de baan krijgen? En wie wil ik hier houden? Dus voor welke doelgroep wil ik
iets organiseren. En dan kun je onderscheid maken voor je eigen leden, om ze iets extra's te geven tijdens de zomer, zodat ze met nog meer tevredenheid, nog meer verbonden blijven aan jouw vereniging. Maar je kunt ook activiteiten ontwikkelen waar niet-leden aan mee kunnen doen. En dan heb ik het over gasten, maar ook over introducees. Misschien beginnende nieuwe golfers die zo'n vakantieabonnement hebben genomen. Of zo'n lid voor een week of twee weken. Dus daar moet je even van tevoren goed over nadenken. En wil je misschien vooral ook iets voor jeugd organiseren of juist voor jongvolwassenen of voor je senioren of misschien alleen voor vrouwen? Kan ook. Ja. Misschien voor de mensen die net lid zijn geworden, om die extra aan je te binden. Dus vooral bedenken van voor wie ga ik wat doen en met welk doel wil ik dan een activiteit ontwikkelen. En mocht je nou al hele leuke vorm hebben bedacht van nou, we hebben inderdaad een abonnementsvorm die we hebben op dit moment voor de thuisblijvers deze zomer. Of we hebben al hele leuke activiteiten voor de zomer. Deel ze graag met ons in de chat, want wij willen ze uiteraard delen met de bezoekers van deze webinar. Ja, dus wat je ook organiseert, als je goed bedenkt voor wie je het doet en wat je ermee wil bereiken, dus dan kun je ook goede resultaten halen. En voor je leden kunnen dat weer andere doelen zijn, dus dat het meer gaat om ledenbinding, tevredenheid, misschien ook wel om ze te activeren. Om juist meer te gaan trainen of misschien juist ook meer aan wedstrijden deel te gaan nemen of lessen te nemen. Maar je kunt ook bedenken, nou, ik wil juist de gasten die bij ons komen spelen, die wil ik wat extra's bieden. Door ze wat meer kennis te laten maken met hoe gezellig onze club is. We hebben een voorbeeld van een wedstrijd waarbij een lid van de vereniging samenspeelt met een gast, een introducee of gewoon een gast. Een teamwedstrijd, waardoor de gasten zich een beetje thuis kunnen voelen binnen jouw vereniging. Een einde van de dag wedstrijd, waarbij je ook de horeca in feite kunt ondersteunen. Als je later in de middag laat starten, 9 of 18 holes, kun je zelf bepalen, met daarna samen eten. En als je dan een aanbod doet dat de gast tegen een aantrekkelijk tarief mag komen spelen. Maar de eis is wel, we eten wel met z'n allen samen, zodat de horeca daar ook weer inkomsten uit kunt halen, halen. En juist daarin hebben we echt het gevoel dat je daar leuke dingen kan organiseren. Omdat het is de laatste periode veel drukker geworden als het gaat over eigen leden die heel veel zijn gaan spelen. Ja. Maar we weten ook dat op dit moment ook de horeca en misschien ook wel andere partners op je golfbaan, en misschien heb je de horeca wel een eigen beheer, maar ook een aantal banen niet. De horeca heeft al een enorme klap gekregen, omdat ze natuurlijk dicht waren en daardoor geen omzet hadden. Maar nog steeds zien we en horen op de meeste golfbanen dat de horeca eigenlijk nog lang niet op het niveau zit wat ze normaal gesproken in de maanden mei, juni eigenlijk hadden behaald. Door middel van het gemis van de competitie, allerlei events, bedrijven daar die niet door zijn gegaan. Dus het is wel, dus ook op die manier is het heel leuk om leuke themaavonden of andere activiteiten te doen waarvan je zegt, als vereniging hebben we zowel of voor samen met gasten, maar ook misschien wel alleen voor leden. We doen een leuke activiteit, een Spaanse avond, waarbij je 9 holes gaat spelen, misschien in de baan al wel iets wil doen met kleding of met aankleding. En tapas natuurlijk, lekker. Of paella, nou noem maar op, Italiaanse avonden. Of misschien zeg je, nou nee, wij zijn juist heel, heel erg trots op onze regio. Laten we het heel regionaal houden. Dat als je bijvoorbeeld aan Alkmaar en de kaas, nou misschien vinden we het wel heel leuk om een soort Alkmaars thema te koppelen aan een baan als je uit die regio komt. Nou, al die dingen, we willen jullie graag daar bij helpen om daar ideeën uit te wisselen. We weten in ieder geval dat we er altijd klaarstaan. Maar dat je ook dus niet alleen op de baan bent, maar ook je partners echt wel behoefte hebben aan extra ondersteuning. En dan denk ik met name ook aan de golfprofessionals. Die hebben natuurlijk in die maanden ook niet kunnen werken. En er waren natuurlijk hele leuke initiatieven met videoopnames en dat je online deel kon nemen aan allerlei activiteiten. Maar het was allemaal, wat je daarmee binnenhaalt is in feite marginaal. Dus als je de golfprofessionals
een extra ondersteuning kunt geven door juist activiteiten aan te bieden waar de golfprofessionals ook baat bij hebben. En dan denk ik aan leuke trainingsprogramma's of dat je circuits laat uitzetten onder begeleiding van de golfprofessional. En dat je dat in groepen laat doen is gezellig, men leert er wat van en na afloop ga je met elkaar nog even wat drinken. Als je dat in een pakketje kunt aanbieden, kan je natuurlijk voor je eigen leden organiseren. Maar je kunt ook aan je leden zeggen van nou, je mag daar ook introducees bij uitnodigen tegen een aantrekkelijk tarief. Zo kun je zowel als club en baan, maar ook als golfprofessional meer mensen blij maken dan wat je nu doet. Door ze alleen maar gewoon de standaard activiteiten te bieden. Veel clubs en banen hebben een golfshop. Nou, die zijn ook gesloten geweest. Probeer ook activiteiten te ontwikkelen waar de golfshop profijt van heeft. Want als die verdwijnt, dan is dat ook weer vervelend voor jouw eigen baan en vereniging. We weten natuurlijk dat dames over het algemeen iets meer met kleding hebben dan de heren. Vinden wij toch aardig hetzelfde kleding aan hebben. Ja, wij hebben wel over kleur nagedacht. Accenten liggen net even anders, maar als je een activiteit organiseert waarbij je bijvoorbeeld, als het er een wedstrijd is, waarbij je zegt van nou weet je, de hoofdprijs of de eerste prijs is een flinke bon van de golfshop. Je vraagt iets meer aan inschrijfgeld. Dus dan ondersteun je daarmee ook je eigen golfshop. Je kunt ook een activiteit opzetten waarbij je, wat je vaak bij vriendinnendagen ziet, dan is er een bepaald thema. Je kunt ook een soort wedstrijd uitschrijven waarbij je zegt van nou, welke dame is vandaag het meest bijzonder gekleed volgens een bepaald thema. En dat laten jureren door bijvoorbeeld de mensen van de horeca of misschien van de golfshop zelf. Leuk. En dat de prijs dan ook weer iets is wat bij de golfshop te halen is. Ik heb even een vraag tussendoor. Ja. Van Marijke Meerburg. Die vraagt, hoe zit het met verzekeringen als je een golfactie doet? Ik heb daar zo even een antwoord op, omdat ik even niet precies weet wat ze bedoelt. Maar misschien... Ja, misschien moet ze nog even in de chat zetten wat voor soort risico's zij dan eigenlijk, waar ze aan denkt, ja. Aan risico's. Want qua verzekering, als het gaat om mensen die op jouw baan actief zijn, iedereen die met goedkeuring van de vereniging of de baan actief is, die is verzekerd. Dus dat is, als ze dat bedoelt, maar het kan ook zijn als je een activiteit met gasten, dan zijn ook de gasten die zijn met goedkeuring op jouw faciliteit aanwezig, dus die vallen ook onder de verzekering. Als het gaat om aansprakelijkheidsverzekering, als je iets samen doet met een golfprofessional of een golfshop, dan moet ze even precies aangeven wat ze dan risico is. Ik zal sowieso nog via de mail even nog contact even opnemen om precies te achterhalen wat de vraag is. En om te zorgen dat er ook in ieder geval daardoor een goed antwoord komt voor je. Ja, en jij noemde net ook al eventjes Italiaanse avond en Spaanse avond. Hè. Dan noemen we even twee voorbeelden van vakantielanden. Frankrijk niet te vergeten. Maar de essentie is van als je ook je horeca wil ondersteunen, probeer dan activiteiten samen te stellen waarbij je samenwerkt met de horeca. En dat kan zijn eten vooraf of na afloop van een activiteit in de baan. Maar ook in de baan zelf. Ik was afgelopen week aan het spelen op mijn eigen baan. En bij verschillende holes stonden staattafels. Ik denk, wanneer gaat hier iets leuks gebeuren? En krijgen wij catering in de baan? En dus dat triggerde al van, ik ga even goed in de gaten houden. Want dat vind ik leuk. En ik denk juist in de zomerperiode, mensen die vakantie hebben. Als je juist ook voor gasten, als je communiceert van als je op, aanstaande vrijdag komt spelen. Dan hebben wij van zo laat tot zo laat hebben wij catering in de baan. Dat betekent als je 18 holes speelt, na elke 6 holes hebben wij iets lekkers in de baan. Een klein drankje en iets lekkers. En daar vraag je dan een apart tarief voor. Ik weet zeker dat heel veel mensen dat erg leuk vinden. Want wij golfers vinden het toch wel heel belangrijk dat niet alleen het golven zelf, maar dat je ook gewoon een drankje kunt nuttigen en iets lekkers kunt eten.
tijdens of na het golven. Dus ik denk dat dat enorm zal aanslaan. Ja. Nou, we snappen heel goed dat al die activiteiten organiseren of precies te filteren wat je nou precies wil doen en voor wie nou precies, hè, om het nou ook qua doelgroep goed te doen, dat niet makkelijk is. Weet ons daarom altijd goed te vinden. We zijn goed bereikbaar via de mail, maar ook telefonisch. We zullen sowieso afsluitend, hè, als je de webinar terugziet op ngf.nl, staat het ook nog benoemd. Ja. Maar sowieso via alexander.renders@ngf.nl of janke.vanderwerf@ngf.nl. Stuur ons een mail en we komen graag naar je toe. Uiteraard op de 1,5 meter afstand, maar daarbij zullen jullie graag helpen. Ja. We willen ook in de maand juli gaan we 4 Zoom-bijeenkomsten organiseren. Met name ook voor de clubs, hè, voor jullie, dat jullie ervaringen kunnen uitwisselen, zowel banen als clubs of met elkaar en met professionals. Om te zorgen, hè, we koppelen het aan een thema, bijvoorbeeld het werven van nieuwe golfers. We zullen altijd iemand aandragen, meenemen, zullen we maar zeggen, in het digitaal. Die vertelt wat zij dan hebben gedaan en waarom het een succes was en wat er misschien ook wel niet goed is gegaan. Want het gaat niet zozeer om alleen maar horen wat allemaal fantastisch is, maar misschien ook om te horen wat er dan niet goed is gegaan. En juist die ervaringen weet ik zeker dat jullie sterker maakt. Komende week zal daar meer duidelijkheid over komen. Wat nou de exacte data staat al in het boostplan. Maar welk... Zal ik ze even noemen? Ik heb ze. Oh, je hebt ze zelfs. Nou. Dat is 10, 14, 17 en 21 juli. En op de vrijdagen is het 's avonds. En de dinsdagen, smiddags. Ik denk andersom. Of andersom. Ja. Ik weet niet precies. Dinsdagavond en de vrijdagmiddagen. Het gaat er even om dat komende week wordt in ieder geval duidelijk welk thema we precies koppelen aan de Zoom-bijeenkomst. We weten in ieder geval dat 1 Zoom-bijeenkomst voor de golfprofessionals is. Omdat wij ook weten dat zij het ook prettig vinden om met elkaar ervaringen uit te wisselen. En op die manier gaan we zorgen dat we leuke, in ieder geval leuke dingen hebben waar jullie ook ervaring kunnen uitwisselen met elkaar. En niet alleen maar toevallig van ons hoeven te horen wat wij denken en wat we hebben gehoord, wat goed werkt en wat leuk is. Ja. Mag ik nog 1? Uiteraard. Ja. Ja, ik ben ook van de regels, hè, van de golfregels. En ik heb zitten bedenken van, als we nou eens een heel ander soort wedstrijd organiseren, waarbij je niet alleen, waar het niet alleen om het golven gaat, maar waarbij je ook een beetje strategisch moet nadenken. En dat je ook nog je regelkennis kunt testen. Dus ik heb het een regelstokkenwedstrijd genoemd. En hij staat in het boostplan beschreven met 1 voorbeeld. Het idee is, je speelt wedstrijd, 9 holes bijvoorbeeld. En op elke afslag krijg je een regelvraag. En met 3 antwoorden. Meer keuzevraag. En afhankelijk van welk antwoord je kiest, moet je met een bepaalde stok afslaan. Het heet een regelstokken, dus je mag 4 stokken meenemen. En bijvoorbeeld antwoord A is niet het goede antwoord, maar dan mag je met je driver afslaan. En antwoord B is ook niet het goede antwoord, maar mag je met je ijzer 7 afslaan. En antwoord C is het goede antwoord, maar dan moet je met je pitching wedge afslaan. En het is toevallig een par 5 en je zou eigenlijk heel lang ver willen slaan. Dus dan moet je afwegen, ga ik voor het goede antwoord, als je het weet, of ga ik voor de afstand. Nou, dus op die manier moet je een beetje nadenken, kan je zelf een beetje spelen. En voor elk goed antwoord voor de regelvraag krijg je een extra stableford punt. Dus dat weegt best wel zwaar. Nou, zoiets kun je natuurlijk ook organiseren voor met name ook je wat betere spelers. Om ze een beetje uit te dagen. Het is een soort kansenberekening. Kan ik die hole ook nog, kan ik goed scoren in die hole als ik toch met mijn pitching wedge afsla? Of ga ik voor mijn driver? En ga ik voor mijn driver en ja, dan weet ik dat ik niet dat extra punt krijg. Dus dat lijkt me een hele leuke vorm. Ik wil hem eigenlijk op mijn eigen club gaan introduceren. Superleuk. En we hebben het nog helemaal niet gehad over de jeugd en jeugdcommissie. Twan Boerdonk hebben wij net als nieuwe collega aangenomen. En die heeft jeugd in zijn portefeuille. Maar vergeet ook de jeugd niet in deze zomerperiode. Want zij hebben ook vakantie. 6 weken vakantie hebben zij. Probeer ook juist de jeugd leuke activiteiten te bieden. En combineer dat ook met familieactiviteiten. Of met zelfs met meerdere generaties.
in het boersplan staan verschillende voorbeelden van activiteiten waar je meerdere generaties aan elkaar kunt koppelen. En bedenk ook dat het juist leuk is dat je familieleden erbij betrekt die misschien helemaal nog nooit gegolfd hebben, maar die wel mee kunnen doen aan een activiteit. Dat is leuk voor die familie op dat moment, maar wellicht trek je daar weer ook nieuwe golfers mee, zodat je ook weer nieuwe leden kunt binnenhalen. We hebben een drie generaties activiteit. Nou, lees het na. Als je nog meer uitleg wil, neem dan weer even contact met ons op. Yes. Er zijn verschillende voorbeelden van zomerkampen, bootkampen, fysiek. Mag ik hem nog heel even? Ik wil eerst een vraag tussendoor, want die staat al eventjes open, ook van Monique. Monique geeft aan van Delfland hoe het met de aanzichtkaartenactie is. Nou, ik weet dat die in het boesplan beschreven staat. Ik weet dat we in de afrondende fase zijn. We hebben twee hele mooie ontwerpen. Er wordt een laatste hand aangelegd, met andere woorden. Dus ik verwacht dat die deze week klaar is en dan zal dit ook gecommuniceerd worden naar alle golfbanen en golfclubs, zodat jij een leuke aanzichtkaart, dat je hem ook digitaal kan versturen, maar uiteraard ook kan uitprinten en ook echt een fysieke kaart kan opsturen. Dus Monique, ik verwacht dat er deze week wat meer bekend over is en anders begin volgende week. Ja. Fysiek, Janke. Ja, fysiek. Ja, daar ben ik van. Hey, want we zeiden net al van je kunt de golfprofessional ondersteunen door juist ook leuke trainingsactiviteiten aan te bieden. Een ondergeschoven kindje in golf is warming-up en fysieke training. Is heel belangrijk. En wij denken van nou, dan gaan we wel naar de fitness of we doen op een andere manier. Zorgen wel dat wij in een goede fysieke conditie blijven. Maar juist in die zomermaanden biedt het enorm veel kansen door juist ook samenwerking te zoeken met een fitnessclub in jouw woonplaats of met een personal trainer of misschien een fysiotherapeut. Iemand die fysieke trainingen kan verzorgen en dat aan te bieden samen met een golfprofessional. Misschien is het ook wel leuk om echt een bootcamp te organiseren. Zorg in ieder geval dat je iets doet. Als je zegt van nou, wij willen wel stimuleren dat mensen een warming-up gaan doen. Wij hebben daar Lisbeth Pauwels iets voor laten ontwerpen. Je kunt het vanaf daar niet lezen. Maar het is een kaartje met een gaatje. Het is kunststof. Er staan 6 warming-up oefeningen op. En die kun je beschikbaar stellen aan de mensen die zeggen, nou, ik wil daar wel iets mee doen. En je kunt het ook combineren met zo'n soort trainingskamp. Dat je de mensen ook dit laat doen. We gaan dat wennen, zodat zij minder... Minder blessures en uiteindelijk beter van start gaan. Hè? Want inmiddels zijn de bewijzen gigantisch groot dat een goede warming-up zorgt voor veel minder blessures. Maar het zorgt er ook voor dat je een veel betere start maakt. Ja. Er zijn zelfs onderzoeken vanuit fysiotherapeuten die hebben laten zien dat een slechte warming-up en geen warming-up een beetje hetzelfde effect hebben. Dat je veel afstand inlevert en dat je ook meer afwijking hebt. Ja. En dat een goede warming-up, en vandaar deze 6 oefeningen, dat een goede warming-up eigenlijk verzorgt minder kans op blessures. Dus minder kans op uitval van je golfers. En ook nog een keer dat je meer spelplezier beleeft, omdat je eigenlijk een veel betere start kan maken. Ja. Dus goed punt dat je het nog even aankaart, Jan. Ja, ik kon het niet nalaten. Nee. Nou, hebben we nog vragen binnengekregen? We hebben geen vragen binnengekregen. Nee. Dus daarom wilde ik hem eigenlijk nu afsluiten met dat vergeet niet om volgende week ook te kijken. Zelfde dag, zelfde tijdstip. Ja. De webinar van Floris en van Twan. Waarbij met name benoemd wordt, hoe ga je nou zorgen dat je het naseizoen langer maakt? Uiteindelijk hebben we toch best een lange periode moeten missen. Ja. Het is nu even druk. Dus misschien denk je ook wel, ik wil de vrijwilligers een beetje ook op adem laten komen. Maar dat naseizoen eindelijk eens wat meer gaan verlengen en allemaal horen wat je juist, hoe je het seizoen kan verlengen en hoe je kan zorgen dat je club voor iedereen is, vergeet zeker niet te kijken. Oké, hartelijk dank voor jullie aandacht en dat jullie er waren. En wellicht tot bij jullie op de club. Tot op de club. Doei. Dankjewel.